Ja, dat is een gas op. Daar gaat het mis. Hier is het rot van Geffen. Bij Adam Hewitt ging het dus duidelijk even mis. Ja, straks was het ook al met een hevig stuiterende voorwiel. Die voorvork die helemaal om en omhoog. En eenmaal gaat rijden. In deze Zodiac Super Twin Top Fuel klasse, de man van het motorparadijs uit Eindhoven, Rob van Geffen. Rob die straks niet lekker reed, duidelijk niet goed in zijn vel stak. En Rob daar in de pre-stage positie, daar in de stage. Het groene licht. En Rob kan op zijn gemakje vandoor. Ja, dan een bericht voor de fotografen, want ik denk toch dat het een duidelijk overbodig bericht is. De heren fotografen wilt u op het gras blijven, want de lichtcel die was door u, de heren fotografen, opgeschopt. En dat is natuurlijk nog niet wat niemand wil. En daarom is het eigenlijk een compleet overbodig bericht, maar toch, zet u erop dat die van de apparatuur afblijft. De heren fotografen aan de kant blijven. De 5,83 en 199 van Rob van Geffen staat er nog steeds. Zo! Hier aan deze kant met zijn dieseljins. Nou, zijn we straks 6,2. Ja, die nemen ze van 2,3 liter inhoud. Klaus Helgeren. De mooie blauw-witte diesel outfit. En achter de rij is Mark Klessens. Mark Klessens uit Lommel. De metselaar uit Lommel. De organiseert aan de wedstrijd daar, die we mij al een paar jaar te draaien. Een mooi weekend ook. Klaus Huis gaat snel door in 6,4. Langzamer dan straks, Klaus Huis. Mensen in all-riders in klasse Superstreetbike, vader in klasse Superstreetbike, nacht in stad van Zwieten. En de rijder in klasse Proostok. Proostok vader, nacht in stad van Zwieten. Maar de andere man moet ook wachten.
Bert Kramer laat de klok stoppen op 6,3. 6,328, snelste dan. Bert Kramer, 6,328, 6,3, 12,8. Gratuleren. Terugstoren. Job Hezen, Job onze snelle man, de regerend kampioen in deze klasse. Met zijn schitterende machine en het mooie gespaakte wiel erin. 819 Job met 6,5. Nu dus op een zesde plaats. De tegenstander van Job Hezen is nummer 803, Stefan Garske. Die zit heel dicht achter hem aan. Stefan Garske met 803. Gaat hij ook met de benzine. Adrensie, jammer over. Jan Hulgevoort, kijk even achterom. Job is in de garage, is op deur. Hij zelfs ook in de Betuwe. Perfect doorgaan. Zegt hij tot de 150.000 en Job Hezen zet een 6,6 neer. 6,6 voor Job Hezen en 176 kilometer weer. En 6,7 voor Stefan Garske. In die volgorde verandert er dus niets. Die volgorde blijft zoals die was.